Van der Rijf moet openen. We duwen onze stok erin. Draaien een kwart van een toer dat die stok vast zit. En dan open draaien. Als we aan de steunpootjes kunnen, dan zijn we de pootjes uit. Dus gewoon achteruit klikken. En vastklemmen. Voor we de luifel dichtdraaien, doen we eerst de visuele controle om alle vuil van de luifel eventueel te verwijderen. Eventueel gewoon een klap kloppen. Om de luifel te sluiten, deze los. Kneed de mond eraan vast. Dit lipje naar boven. En vastklikken. En dan terug dichtdraaien. Proper water vullen we hier. Gewoon duwen, draaien, onze tuinslang erin en vullen. Na gebruik dicht en die kan op slot. Door middel van deze hendel kunnen we het vuil water lozen. Dat zit hieronder. Dus gewoon erop en openzetten. Terug, na gebruik, terug dicht. De woonaccu kan worden opgeladen met bijgeleverde kabel. Om de kabel te verwijderen, lipje naar beneden en trek. De toiletkast zit en bevindt zich achter het serviceluik. Open. Klepje naar boven om de kast zitten uit te halen. Overal kunnen we makkelijk rijden naar het servicestation. En om de cassette leeg te maken, heel eenvoudig, dit eraf en gieten. Met deze kun je niks eruit geven, dan makkelijker loopt. Spoelen is nog altijd het makkelijkst hierdoor. Dan een groentje water in, een tablet en deze cassette is klaar voor gebruik. Dicht. De zijdeur kunnen we hier openen. We hebben onder andere een vliegendeur. En denk eraan, ofwel de vliegendeur, ofwel de deur sluiten. En dan moet ik ook ons instaptreden. Bij rijden is deze dicht. Ons controlepaneel kunnen we hier aanzetten. Met die schakelaar kunnen we de verlichting bedienen. Volgende icoontje geeft aan als we op netstroom staan. Hiermee kunnen we onze batterijlading checken. Hoeveel water er in de tank is en hoeveel vuil water er is. Verwarming als water kunnen we bedienen via het CB+paneel. Knop duwen. Wat knippert, kunnen we bedienen. Hier nu verwarming. Door het middel van de draaiende knop kunnen we watertemperatuur wijzigen of ventilator gebruiken. De rest van de knoppen is in principe in de verhuur niet van toepassing. Stel we willen verwarmen, draai je gewoon het verwarming knippert. Selecteert die, je zet die op de graden dat je wilt en je bevestigt. Dan zie je boven de lijn wat er aan zit. Om eruit te gaan, ident hetzelfde. Verwarming die knippert, selecteren, terug op off en bevestigen. Idem voor het water. Water knippert, icoontje water knippert, selecteren. Eco 40 graden, hot 60 graden. Laat dat zeggen, willen hot 60 graden, bevestigd, dan zie je bovenlijn het icoontje van water. Alle toiletten kunnen in principe gedraaid worden om te zitten. Overal hebben we een blauwe knop. Zolang we duwen, spoelen we water. En doorspoelen doen we door middel van deze hendel open te zetten. Na gebruik sluiten we. Deze hendel moet potdicht zijn, wil we de cassette ledigen. Door middel van dit naar beneden te halen, kunnen we de tafel verlengen. Door deze hendel achteruit te klikken, kunnen we de zetel draaien. Eenmaal los. Dan blijft hij al standen staan. Enkel in de voorste stand klikt hij vast.